soort man. Die, ja, hier komt er nog eentje achteraan. De kop. Pa zelf, hoorde is je net? 30 dit jaar. En zo fris als een hondje. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Maar je ziet ook veel overeenkomst tussen deze beide hengsten. Als je Zambezi ziet en je ziet Hartbreker, dan kun je goed zien dat dat dus familie van elkaar is. Hartbreker is met zijn 30 jaar erg speels, verandert ook geen moment. Herman, kom maar. Dames en heren, Zambezi en zijn vader Hartbreker. Hartbreker, 30 jaar. Er zit ook weer een hengstenkeuringcommissie achter die destijds het groene licht gaf voor Hartbreker. En een van die mensen is hier, dacht ik, Jeanette. Jeanette zal het vertellen. Dames en heren, we hebben hier twee mensen die heel belangrijk zijn geweest in het begin van de carrière van Hartbreker. Hartbreker wordt volgende maand 30 jaar. Hij ziet er nog steeds uit alsof hij 3 is, zo gedraagt hij zich ook. Mijn vader die heeft natuurlijk Hartbreker als veulen van 4 maanden gekocht. Maar de meneer die naast mij staat, naast mijn vader, is meneer Tollenaren. En die was destijds voorzitter van de BWP Hengstenkeuringscommissie. En die heeft de moed gehad om Hartbreker in te schrijven. En die moed, zijn wij hem zeer dankbaar voor. Want Hartbreker sprong voor een 11 en draafde voor een 4. Maar misschien wil hij daar zelf iets over vertellen. Beste vriend, op de eerste plaats, ik ben verheugd wat u hier allemaal te zien zijn bij de familie Nijhoff. Maar ik moet het wel hebben over Hartbreker. Onmiddellijk was ik van aangedaan. Een paard met zoveel galoppaden, zoveel techniek. Hij moest gekeurd worden. Maar het was allemaal niet zo eenvoudig. Niet iedereen was het eens. Maar we moesten hem 11 op 10 geven voor zijn galop. Hij is meer dan waard. En het beste dat er nog komt, heeft de grootste vererver van Europa, of misschien van de wereld, heeft wereldpaarden gegeven. Bedankt aan de familie Nijhoff dat gaan we even naar België gebracht hebben. Het heeft ons deugd gedaan. Ons fokkerij is vergroot. Dank u wel aan Hartbreker. Applaus voor Herman Tollenaar. En Herman, die willen we nog even naast de Hartbreker opstellen, dames en heren. En wat staat die er nog patent voor? 30 jaar. Hartbreker. En Henk, die biedt een presentje aan. Aan de man die er destijds in België verantwoordelijk voor was. Om Hartbreker goed te keuren. En dan hebben we eigenlijk twee jubilarissen. Hartbreker is 30 jaar en Henk, dames en heren, 75 jaar. Twee jubilarissen bij elkaar. En om het plaatje nog mooier te maken, gaat er nog een hengst zo dadelijk bij komen. En dan denk ik dat we even gaan staan, dames en heren, met z'n allen. Want nu wordt het nog mooier. Hartbreker blijft binnen. Preferent 30 jaar. Was KWPN paard van het jaar in 2016. En welke hengst werd dit jaar KWPN paard van het jaar? Dat is de hengst die recentelijk nog tweede was in de grote prijs op Spruce Meadows in Calgary. Die 2, zoveel miljoen meenam vanuit Praag in de Global Champions Tour. En die 1900ste seconde te langzaam was. En de mooie 6e plaats nog behaalde in de Dutch Masters. Dames en heren, KWPN paard van het jaar. Laten we allemaal gaan staan voor Hartbreker en Verdi TN.